We gaan weer kijken wie dit is. Colin zegt, hey, dit is Dingo, een lid van het reddingsteam. Hij werkt het liefst alleen maar waar nodig staat hij anderen bij met zijn fysieke capaciteit. Oftewel, dit is een hele sterke gozer. Welkom op dag 5 van Pikmin 4. In de vorige video hebben we Dingo gevonden. Dingo is onderdeel van de crew. En hij heeft informatie over de piloot en die zegt, ja, ik heb Bernard dus wel even gezien. Maar hij werd gegrepen door een van de rare snuiten met bladeren op zijn hoofd. We zagen hoe een wezen met bladeren op zijn hoofd iemand op een enorme hond legde. Bernard en ik zijn erachteraan gegaan, maar we waren al te laat, want de schipbreukeling werd een grot ingeslepen en plotseling veranderde die ook in zo'n bladwezen. Oké dan. Opeens zag dat wezen met al die bladeren ons. We renden zo snel mogelijk als we konden de grot uit, althans, dat dacht ik. Maar toen ik me omdraaide was Bernard verdwenen. Misschien kon hij niet ontsnappen en hebben ze hem in zo'n bladding veranderd. Een bladding? Bladling ding? Oftewel, we moeten de piloot gaan zoeken in deze aflevering. Doe nog even een duimpje omhoog voor Pikmin 4 en abonneer als je van Nintendo houdt. Oh, hier is meneer van de bladeren. Die zegt, hallo, mijn naam is Piek. Ik heb thuis een bloemenwinkel en ik kwam naar deze planeet om zeldzame bloemen te vinden. Maar hij vraagt of ik wil helpen om de bloemen van de Pikmin te laten bloeien. Ja, prima. Dat doe ik toch al. Dat ze zo'n extra bloemetje op hun hoofd krijgen, dat bedoelt hij. Yo, Dingo, jij bent er ook, joh. Dingo die wil dat we de planeten 100% verkennen. Maar goed, waar is de piloot? Blijkbaar is er nog een reddingsteam lid in het eerste gebied. Die gaan we zoeken. Mijn hondje kan opeens zwemmen, zegt Shepard. Oh, dat is nice. Nou, dan kunnen we gewoon zo met alle Pikmin op onze rug gewoon een stuk zwemmen. Ja, maar dat is super. Dat hebben we nodig. Als we hier rechtdoor gaan, dan vinden we hier trouwens een ster. Daar moet nog, of, dat is een schat, denk ik, of niet? Ja, die schat die ligt hier. Oh, wacht even. Kijk, hier vinden we die. Dit is een pinda. Oké, dan gaan we even bij dat water kijken. Of nou ja, hier zijn we ook nog niet geweest. Nou, dan kunnen de gele Pikmin even dit hekje kapot maken sowieso. Ja, kijk, daar staat iemand. Oh, maar ik heb meer blauwe Pikmin nodig. Oké, maar we gaan eerst even deze wegduwen. Jongens, waar gaan jullie naartoe? Kom eens hier. Kom hier, kom hier, kom hier. Er zijn allemaal vijanden daar, joh, gek. Ging weer bijna fout, hè. Ze gingen weer helemaal hun eigen ding doen. Oké, er moeten minimaal 20 blauwe Pikmin mee. Ja, zo. Dit is top. Oké, dan kunnen we dit water laten bevriezen. Toppers, kijk. Wie is dit dan? Wie ben jij? Wow. Jij hebt gras op je hoofd. Zou dat een van die bladlingen zijn waar Dingo het over had? Nou, daar lijkt het wel op, ja. Wat is dit voor gekke, joh? Ik weet vrij zeker dat die ene die ik zag een grotere neus had. Ik zie helemaal geen neus. Hij zegt alleen maar, Dandori, Dandori. Oftewel, potverdorie. Moeten we daar naar binnen? Oh, hij gaat ook daar naar binnen. Er is maar één manier om achter te komen. We moeten die bladling vangen. Laten we gaan. We gaan erachteraan. Let's go. Je Pikmin kunnen niet met je mee. Wat? Hoezo? Moet ik alleen? Oh, maar dit moet ook... Dit moet binnen 5 minuten of zo. Oké, ik ga samen met mijn hondje. Oké, tot straks. Jij en Notchin staan er alleen voor. Dit is de Dandori speelplaats. En de Dandori niveau is 1 vlammetje. Oké, dit zijn speciale missies blijkbaar. Cool. Daar is die. Op deze plek wordt je Dandori getest. Oefen je Dandori, verbeter je Dandori. Ik krijg echt trek in kip Dandori op deze manier. Het doel is simpel. Vervoer zoveel je kunt. Dat is alles. Schatten hier zijn nep. Je kunt ze niet naar huis brengen. De Pikmin hier zijn allemaal van mij. Ook die kun je niet meenemen. Dat betekent eeuwige Dandori. Wat een geluk voor mij en voor jou. Goede Dandori, ik geef je ruwe grondstof. Slechte Dandori, alsnog ruwe grondstof. Je wilt me weghalen. Laat me eerst je beste Dandori zien. Ja, wat is de bedoeling, joh? Oh, ik heb wel Pikmin bij me. Kom eens hier. Kom eens hier. Pak hem aan. Wat denk je nou? Pak hem. Met z'n allen. Lekker bezig. Goed zo. Oké, Dandori. Hier. Word sterker. Goed zo. Nice. En breng deze Dandori naar Dandori-stad. Goed zo. Deze ook. Hier, breng dit ook terug. Ik denk dat hier Pikmin in schuilen. Ja, zie je? Gevonden. Oh, wacht even, wacht maar even. We kunnen hier niet langs. We gaan eerst deze kleintjes slopen. Goed zo. Kom op. En laat je niet kapot maken. Goed zo. Oké, top. Oh, kom allemaal. Kom allemaal, er is een grote. Oké, eerst dit. Ja, goed zo. Ja, top. Ah, dit gaat goed komen. Nee, wacht. We gaan eerst die grote slopen met z'n allen. Let's go. Let's go. Nice. Top. Lekker. Oké, nu gaan we eerst dit kapot maken. Deze wegtrekken. Met z'n allen. Ja. Yeah. Ja, we gaan goed. Dit gaat prima. Ik vind dat dit goed gaat. Super. Oké. Deze meenemen naar de basis. En die pot meenemen naar de basis. Goed zo, jongens. Lekker bezig, jongens. Oké, als volgende gaan we deze vijand kapot maken. Lekker. Nice. Heel goed. Ja, dit gaat goed komen. Dit gaat helemaal goed komen. Eerst alle vijanden kapot maken. En dan gaan we snel alles pakken. Hoppakee, deze vijandjes. Lekker bezig. Oké, hondje, jij mag daar graven. Kom eens hier. Kom eens hier, jongens. We gaan eerst dit even, deze muur. Ja, en dan kunnen we nu straks alles pakken. Oké, dit is leuk, dit is leuk. Oké, die gaat mee. Deze gaat mee. Deze gaan we naar huis brengen. En deze.
En dit beest. We hebben nog 2 minuten te gaan. Dit gaat goed, dit gaat goed. Nu kunnen we alles aan deze kant meebrengen. Neem ik eerst deze Pikmin mee? Ja. Ga maar dat koekje even pakken. Jullie mogen alvast daaraan gaan werken, aan het goud. Ja, oké. Okay. Dit is best wel leuk. Ik vind het leuk dat dit allemaal op tijd gaat. Goed zo, koekje daar naartoe brengen. Beestje. Super. Oké, nu dat goud, jongens. Met z'n allen. Heel goed. Hebben we hier nog wat liggen? Super. Ik heb eens een record gebroken. Kijk, dat is nice. Oké, we winnen nu een zilveren medaille. We moeten nog even hier naar boven. We hebben nog 1 minuut. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nog, kom op, kom op, kom op. Met z'n allen. Kom op. Tempo. Maak deze dingen kapot. Kom op. Oh, wacht. Ik kan jullie ook gewoon erop gooien. Let's go. Let's go. Breng het goud terug. Ga met z'n allen. Ja, goed zo. Dan kunnen we misschien de gouden medaille nog pakken. Ja, 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 ja. Lekker. Lekker dit. Ik denk dat we het hebben gehaald. Ik denk dat we het hebben gehaald. Hebben we alles? Ja, dit is goed genoeg. Maar waarom gingen deze potten niet kapot? Dat moet zeker Oshin doen. No. We hadden nog 3 nodig voor Platinum. We hebben 1 ding gemist. Hier kan ik niet tegen, hè. Ik moet dit nog een keer halen. Nu dat ik weet wat de bedoeling is, kunnen we Platinum halen. Sowieso. Je werkt te snel, ik ben duizelig. Hier, 30 stuks ruwe grondstof is je beloning. Ja, oké. Okay. Anyway, daar is die hoor. Door al die bladeren is het onmogelijk te zeggen wie dit is. Maar we moeten deze persoon redden. Laten we uit voorzorg de grot afsluiten, zodat er geen gebruik meer van gemaakt wordt. Jawel, ik wil Platinum halen. Dit is een probleem. Ik heb niet genoeg blauwe Pikmin bij me, verdorie. We moeten natuurlijk wel dit water even bevriezen. Anders kunnen we hem niet meenemen. Ga maar jongens, neem hem mee. Gaan we eens even koekeloeren wie dit is. Kijken of we zijn ID kunnen lenen. Van welke kant je ook kijkt, je ziet niks anders dan blaadjes. Het gezicht is helemaal bebladerd. Laat ik maar even naar de ID-kaart kijken. Oh, error. We weten niet wie dit is. We kunnen hem niet identificeren. Lekker handig. Nou, dan moet ik ook maar een andere keer Platinum gaan zoeken. Pak die grote. Nice, die is gewoon keihard bevroren. Toppers, nice. Hoppakee, iedereen kapot. Dat zien we graag. Kunnen we het kamp hier naartoe verplaatsen? Zouden we die vlinders kunnen pakken? Ja, toch wel. Nou, hierboven is nog een brug. Ja, we gaan wel lekker in deze wereld hoor, jongens. Kijk, die brug die kunnen we prima bouwen dan, denk ik, met z'n allen. Hé, hey, is daar Olimar? Ik zie daar een blauwe hond. Oh, ik denk... Ja, het lijkt er wel op hoor. Hoppakee, brugje is gebouwd. Ja, dat lijkt wel op Olimar. Colin zegt code rood, ik zie een schipbreukeling en er is ook zo'n bladling bij. Misschien is dat de bladling die Dingo heeft aangevallen. Wees voorzichtig. Ja, die was het. En die schipbreukeling op de grond zou dus Bernard kunnen zijn. Oh, wacht even. Maar hij wordt meegenomen. Straks verandert die schipbreukeling ook in een bladling. Ga er snel achteraan. Nou, eerst ga ik even al deze blauwe dingetjes meenemen. Ik bedoel... Is ook belangrijk, hè? Kijk, hier hebben we nog meer. Ja, het is ook weer bijna tijd, joh. In de volgende aflevering gaan we wel kijken wie dat zijn. Ik ga de dag hier beëindigen. Ik bedoel, we hebben al genoeg gekke dingen gevonden. Allemaal gekke bladlingen. Ik weet niet wie dit allemaal zijn. Maar dit zal de mysterie zijn van Pikmin 4. Op de volgende dag staat iedereen hier om die schipbreukeling heen. We weten nog steeds niet wie dit is. We krijgen geen reactie. En ze vinden het vreemd dat hij geen helm nodig heeft om te ademen. We hebben snel een dokter nodig voor medische behandelingen. Oh ja, en die moeten we nog redden natuurlijk. Dat gaat ook binnenkort gebeuren. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren als je ook de volgende aflevering wil zien. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!